Ja, dat moet toch ook? Ja, maar dat vind ik. Je moet alles wat je maakt, moet je proeven. Klaar. Als je iets geeft aan gasten, moet je eerst proeven. De restaurant die kop moet ook eerst proeven wat je voorschotelt. Klein beetje, ja. Weer één brownie minder. Nee, inderdaad. Het is gelijk een brownie minder. Oh, dat is een halve brownie. Juri, je was een halve. Ja. Is goed gekeurd? Ja, nou moet je wachten tot je straks de spatelap kan likken. Anders heb je daar niks meer. Nou, die kan je vast. Die is klaar. Die kan je vast in zo'n bakje doen. Oké. De spatel ligt, ja. Hij is klaar, hoor, Bram. Bram is klaar. Hij hoeft niet luchtig gedaan te worden. Dat is heel makkelijk. Dit is echt een eitje. Hij stond nog wel een halve minuut of zo. Maar dat heb jij wel gedaan. Heb jij wel gedaan. Laat maar voorgaan. Dat is goed, hoor, Bram. In het midden, 1 minuut. De mix en het water in een beslag komen. Tot 1 beslag mengen met een mixer en het geheel. 1 minuut op de middelmatige snelheid kloppen. Vouw de randen van de brownie bakvorm bij de perforatie om en vul deze vervolgens gelijkmatig met het beslag. Oké. Okay. Ja. En dan moet je. Die heb je zo meteen nog nodig, hè? Ja. We hebben wel samen gebakt, hè? Toch? Oeh. Erg, hè? Ja, heel erg. Het leven toch erg. Ja, het jongen? Nee, hoor. Dacht je dat? Ja, dat is zo. Nou. Dat is het eerste brownie. Ja. Kun je zo meteen volgende dag eraan maken? Ja. Is die al klaar? Moet je alleen nog. Moet je alleen nog in de oven doen. Is gewoon makkelijk. Oké, dit kan er wel. Ja. Maar het wordt wel lekker. Heel veel moeder. Oh, 200? Ja, 250. Je mag gewoon naar school, dat iets meer. Nou, dat is wel. Dank je. Ik denk het ook niet.